Hey, nou Joeri, kijk eens. Daar gaat die jongen. Een kleurtje laten krijgen moet hij. Nou, dat is het nou. Neem hem even om. Zo, we gaan hem even afkoelen. Het boter erbij nou. Dat is niet zachter. Een brusje, zeg maar. Dan wordt de temperatuur goed verdeeld door het hele vlees. Dat doet dit bij de tang, want als je met de vorming doet, dan haalt alle vet eruit. Als het vocht goed eruit dan. En dan moet je natuurlijk in blijven. En blijven dan goed groeien. Wordt die boys. En dan pak je al een bordje waar je hem op kan leggen zo meteen. Dat is te klein, dus voor de grote bord. Grote bord. En de folie erbij, want je laat het natuurlijk zo naast het klaar is. Dan leggen we hem 10 minuten. Onder het poliesgeertje, tot het vlees kan acclimatiseren, zeg maar. En de sugo warmen, want daar stoppen we dadelijk het brood lekker in. En het is een mooi ossaas. Zo, dit is in principe langs af. Dan blijft hij lekker mooi roze binnen, maar dat zou je dadelijk nog zien. Zo,
staat klaar. Leggen we op bord. Pak een stuk folie. Dan leg je er even een wijnrouw. En laat 10 minuten liggen. Dan is die klaar.